De zuurtegraad drukken we uit in pH, met een schaal van 0 tot 14. We hebben er een analoog meetinstrument voor. Let op dat je hem duidelijk schakelt op pH-meting. We moeten de sondes, die bestaan uit twee verschillende soorten metaal, in de bodem plaatsen. Let op, de sondes zijn nogal kwetsbaar en moeten nu op de goede afstand zitten, dus druk ze met je hand, waar je eerst met een schroefdraaier een gaatje hebt gemaakt, hem voorzichtig in de grond. Na een poosje kunnen we op de analoge wijzer aflezen wat de pH-waarde is. Kijk hiervoor naar de onderste schaalverdeling van 8 tot 3,5. Hier in dit geval 7 pH. We nemen er ook notitie van.